Ja, het zachte weer dat laten we langzaam toch achter ons. Want gisteren toen kwam er nog een koud frontje langs en daarna kelderde de temperatuur. Want afgelopen nacht was het al een graadje of 6. We hebben vanmorgen wat regen. Vanmiddag is het weer een klein beetje meer openen. Maar toch, het is gewoon wat minder. En de wind die dan waait, die viel ook gewoon wat frisser aan. Maar temperaturen vandaag toch nog een graadje of 7, 8 overdag. Maar dat is toch wel het maximum. Maar ik wil jullie de foto ook nog niet laten missen. Want er zijn nog wat mooie kleurrijke foto's met bladeren die nog aan de bomen zitten. Maar de komende tijd zal het allemaal minder worden. Want dankzij de regen, maar ook de wind, maar ook omdat het kouder werd, zal het blad allemaal wel wat meer gaan vallen. Ja, vandaag ben ik maar eventjes weer thuis. Ik heb de goede box aan, eigenlijk ook niks weer de brokken te geven. Maar ja, de vrouw zit er toch niet, dus dat scheelt. Maar het vee komt toch langzamerhand graag binnen, want het grasbuten is niet zoveel meer. En we hebben ook al wat wintervuur uitgegeven, wat brokjes erbij. Nou, jullie zien allemaal dat ze nog een beetje lang in de heur zitten, de betta's. Maar die wordt binnenkort ook nog geschoren en dan zitten ze hier lekker warm op stal. Want warm op stal, dat moet het eigenlijk wel, want de komende tijd werd het toch een stuk frisser. We hebben komende nacht temperaturen die al dalen tot onder de 6 graden, 5 graden. En morgen is het toch ook wat anders. Dus we hebben wel wat opener karakter met wat zon erbij, maar er kunnen ook nog hier en door wat buien vallen. Het wordt geen verregende dag, maar toch, wat buien kunt wel eventjes pittig zijn. In de nacht naar de zondag, dan wordt het allemaal wat rustiger, klaart het ook wat meer op en dan kan er toch weer wat vorst aan de grond voorkomen. En zondag overdag, dan hebben we ook een dag met wat open karakter met wolkenvelden, zon. En ook nog enkele buien die nog wel pittig uit kunnen vallen. Maar ook zondag de temperatuur van maximaal 7 graden. Maar voor de winterliefhebbers, wie dan een klein voorproefje wilt hebben, na het weekend wordt het toch langzamerhand kouder. En dan krijgen we waarschijnlijk ook later in de week vorst op waarnemingshoogte. Dus wie weet, zit het er nog goed uit. En als er dan nog wat neerslag valt, dan kan dat wat winterse neerslag worden. Spannend hoor, goed gewoon.